dit project werkten de studenten Luca reclamevormgeving samen met de buurtbewoners uit de wijk Muiden-Meulensteden in Gent. Deze wijk is heel divers. De studenten gingen er op zoek naar een bewoner voor wie ze op een heel individuele manier een oplossing gingen ontwerpen. Door dit Designing for One-proces werden ze rechtstreeks geconfronteerd met problemen, dromen, wensen van de buurtbewoners. Van de invulbare placemats voor het oud postje of een goedkoop maandagbrood tot een hele straattuin. Wij vroegen ons af hoe meaningful encounters zoals dit een grotere plaats kunnen krijgen in ons curriculum. Ik heb met studenten al vroeger al ervaringen gehad met projecten die ik in de stad had gedaan, dus onder de noemer van social design. En altijd viel mij op dat dat ongelooflijk veel inspirerender was voor een student om in een reële context te werken. Om dingen te kunnen aftoetsen, dus gewoon dingen kunnen maken. En dan te zien, werkt dat? Reageren de mensen erop? Gaat benaderen vanuit één iemand. Normaal bekijk je een bepaalde groep, een doelgroep. En dan ga je uit van aannames of onderzoeken. En nu kun je echt met iemand persoonlijk bespreken wat hij nou echt vindt en wat hij echt denkt. Een maand geleden loopten mensen hier rond in de Muiden, Muiden-Meulensteden, met de neiging van een probleem of ze hebben een soort wens aan de buurt. En dan plotseling kwamen een paar studenten en de studenten hebben heel mooi gevraagd, mis je iets hier in de buurt? Wil je iets veranderen? En alle die ideetjes, problemen, oplossingen kwamen naar boven. Wat ik er zo fijn aan vind aan het project van de Muiden is, het is ook niet de eerste keer dat we met de Muiden werken. Het is al eigenlijk het derde project dat we doen. Dat er ook een grote sociale interactie is met de bewoners en zo. En dat de studenten en docenten ook heel en dol enthousiast terug naar huis komen. Het idee was eigenlijk om een extra automaat te installeren waar brood verkocht wordt op maandag, dat gemaakt is in het weekend. Het is nog steeds kwalitatief en kan perfect verkocht worden aan een lagere prijs, dat meer democratisch is volgens de buurt. Toch hier, we zouden graag hier in de buurt zijn, een beetje ook vanuit de sociaal achtergrond dat we toch wel iets willen doen, niet puur die commerce. En dat die overschotten dan niet verloren moeten gaan, dat we mensen toch een beetje kunnen helpen. En dat wij er ook nog iets aan verdienen natuurlijk. Daarom was het idee gekomen, samen met jou dan, om een automaat te plaatsen met goedkopere producten. Dagvers niet, dus één dagje oud en dan aan een scherpe prijs. Nieuwe zelfstandigen in de wijk, bakkerij Timo Soetje is nog maar pas bij ons, een klein jaartje. En doet ook wijze dingen voor de wijk. En als je daar dan het sausje van sociaal design of van de creativiteit overgiet, dan vind ik dat je zo'n mooi project krijgt dat een onmiddellijk antwoord biedt op een zeer dringende probleem in de wijk. We zijn een beweging gestart waarbij eigenlijk alle bewoners van Muiden zich bij aan kunnen sluiten. De groep Meer Muziek Muiden. Hopelijk sporen we zo de bewoners aan tot meer muziek in Muiden. Ja, zij organiseren een zomerfeest en eigenlijk willen ze dat er zoveel mogelijk volk naartoe komt. Dus mijn idee was dan eigenlijk om een wereldrecord en er te laten verbreden eigenlijk met een spelletje. Ik vind het een zeer goed project. Het moet blijven en het is ook een meerwaarde voor de wijk, want zo brengen ook mensen samen.